Wat doet Bouwend Nederland rondom de verkiezingen? We doen er alles aan om de bouw en infra op de agenda te houden en onze stem te laten horen in Den Haag. Uiteindelijk willen we dat het nieuwe kabinet zorgt voor omstandigheden waardoor jullie door kunnen bouwen aan Nederland. Dat doen we in drie fases. In de eerste fase, tot aan de verkiezingen, agenderen we onze punten. Na de val van het kabinet begonnen politieke partijen met het schrijven van hun partijprogramma's. Hierin staat op welke thema's ze gaan inzetten. In deze fase is het belangrijk dat we onze standpunten bij de politieke partijen onder de aandacht krijgen en hier gesprekken met hen over voeren. Alleen in deze fase heb je kans dat partijen onze punten opnemen in hun programma's. Alleen dan kun je zaadjes planten en de kans vergroten dat onze inbreng terugkomt in het regeerakkoord en het beleid voor de komende jaren. Ook delen we onze thema's in de pers en op social media. In fase 2, na de verkiezingen, maken we kennis met nieuwe partijen, nieuwe Tweede Kamerleden en hun adviseurs en maken zij kennis met oplossingen die de bouw heeft voor hun vraagstukken. In deze fase kunnen we een inschatting maken van de invloed die een partij zal hebben in de formatie. We delen niet alleen onze zorgen, maar dragen ook oplossingen aan, waardoor de ambities van de politieke partijen gehaald kunnen worden. Ook nodigen we de nieuw gekozen Kamerleden uit voor een bouwplaatsbezoek, zodat ze in de praktijk kunnen zien hoe jullie Nederland elke dag een beetje mooier maken en bij kunnen dragen aan de oplossingen die Nederland nodig heeft. Uit de gesprekken die verschillende politieke partijen met elkaar hebben, volgen samenwerkingen. In fase 3 willen we dat die samenwerkingen ook leiden tot actie. In deze fase willen we de aanpak van een bepaald probleem en de oplossing daarvoor kracht bijzetten met de publicatie van een onderzoek of resultaten van een ledenpeiling. Als partijen een coalitie sluiten, is het aan hen om samen een regeerakkoord op te stellen. De partijprogramma's vormen de basis voor dat regeerakkoord. En daarom delen we in fase 1 al onze standpunten met de partijen. Daarmee planten we zaadjes die we in fase 2 en 3 genoeg water moeten geven om uit te groeien tot een bloembed. We willen een regeerakkoord waarmee jullie geholpen worden om het woningtekort terug te dringen. De energietransitie te versnellen. Nieuwe infrastructuur aan te leggen en bestaande infrastructuur goed te onderhouden. Zo kunnen we veilig van A naar B. We vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet met onze inbreng de juiste keuzes maakt. Keuzes die leiden tot een voorspelbare en continue stroom aan opdrachten, zodat jullie een grote bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgave waar ons land voor staat. Zo bouwen we samen door aan Nederland.